Ik ben Mark Hille en ik ben directeur van Social Enterprise NL. Social enterprises zijn bedrijven met primair een maatschappelijke doelstelling die hun geld in de markt verdienen via hun diensten of producten. Ze zijn anders dan goede doelen en commerciële bedrijven. Mijn naam is Mark Hille. Ik ben directeur-oprichter van Social Enterprise NL, het landelijk platform voor sociaal ondernemingen. Ik wil u graag vertellen wat social enterprises zijn, wat hun waarde is en hoe je als overheid de kracht en macht van sociaal ondernemers kunt benutten. Daarom gaan we eerst kijken naar een filmpje en daarna zal ik een aantal voorbeelden geven. Wat is winst? Dat is een hele goede vraag. En steeds meer ondernemers stellen zichzelf deze vraag. Het zijn ondernemers die snappen dat winst zich niet alleen laat uitdrukken in geld. We noemen deze nieuwe generatie ondernemingen social enterprises. Ze verbeteren de wereld door sociaal te ondernemen. Ze bewijzen dat het verdienen van geld samen kan gaan met zorg voor elkaar. En met zorg voor onze planeet. Ze zetten maatschappelijke problemen om in kansen. Krachtige, innovatieve ideeën die van een achterstand een voorsprong maken. Die van afval voedsel kunnen maken. Van rioolwater een bron van inkomsten. En van arbeidsongeschikte, arbeidsgeschikte. Winst is voor een social enterprise pas winst als het maatschappelijke winst oplevert. Als het winst oplevert voor iedereen. Een social enterprise ziet het streven naar maatschappelijke winst niet als een bijzaak, maar als het kloppend hart van het bedrijf. Sociaal ondernemen gaat dus over iedereen winst. Dus niet winst van de een ten opzichte van de ander. Het eerste voorbeeld dat ik wil geven is Tony Chocolonely. Een heel bekend product, iedereen kent het. Als u de reep chocola ziet van Tony's, dan ziet u linksboven een stukje chocola en dat u kunt afbreken. Dat zijn de kosten, 12 cent per reep, die de boer krijgt. Dat is zo'n beetje 5 cent meer dan bij een normale reep chocola. Eigenlijk is dat een beetje vreemd. Welk bedrijf gaat dan ook proberen meer geld aan een leverancier te geven, waardoor het product duurder wordt? Feitelijk neemt Tony eigenlijk een concurrentienadeel. En de consument moet daarin mee, want uiteindelijk betaalt u een beetje meer voor die chocola. En dat doet u om die boer een redelijk leven te geven, om die boer boven de armoedegrens te hebben. En daarom is sociaal ondernemen sociaal. Met elkaar dat iedereen winst heeft van dit product en van deze keten. En dat is sociaal. Het tweede voorbeeld dat ik wil geven is de kringloop. Iedereen kent ook de kringloop. Winkels waar je tweedehands producten kunt kopen. Hergebruik van producten, goed voor het milieu. Wat niet veel mensen weten, is dat er in de kringloopbranche zo'n 6000 mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een lage loonwaarde. Mensen die vaak het minimumloon niet kunnen terugverdienen en daarom eigenlijk nooit aan de bak kunnen komen. En dit zijn bedrijven die hun primaire missie hebben dat deze mensen meedoen. Dat deze mensen mee kunnen doen, niet thuis achter de geraniums zitten. En dat is sociaal. Maar het is niet alleen sociaal voor die mensen, het is ook sociaal voor de maatschappij. Want als die mensen een baan hebben in plaats van in een uitkering, dan betalen we met z'n allen minder belasting. Het meedoen, dat iedereen een kans krijgt, is niet alleen belangrijk voor die mensen, maar eigenlijk voor ons allemaal. En daarom is het ook echt sociaal. Het is ook economie. Het gaat over banen. Het is geen goed doel. We hebben er allemaal belang bij om dit soort bedrijven verder te helpen. Het derde voorbeeld wat ik u wil geven is Taxi Electric. Een bedrijf wat elektrische taxis rijdt in Amsterdam. Wat is daar nou sociaal aan? De luchtkwaliteit in Amsterdam is gewoon heel slecht. Elektrisch rijden maakt de lucht wat schoner of in ieder geval wat minder vies. In Amsterdam heb je 20% meer kans op longkanker dan als je op Texel woont. Dus die luchtkwaliteit is echt een belangrijk ding. Waarom is het dan zo moeilijk? Want elk bedrijf zou dat kunnen. Nou ja, zo'n taxibedrijf met elektrische auto's, die over het algemeen een actieradius hebben van zo'n 90 tot 100 kilometer, is natuurlijk niet zo simpel. Je wil liever een diesel die 700 kilometer kan. Dat is veel makkelijker te plannen. En dit zijn echte pioniers die proberen nieuwe concepten te doen en zeggen, nee, het moet gewoon zo. En Taxi Electric is ook echt sociaal. Ze werken ook met chauffeurs die 2 jaar in de bijstand hebben gezeten, vaak 50-plussers. Dat tekent vaak de sociaal ondernemers. Nieuwe oplossingen verzinnen en op alle kanten sociaal zijn. Het vierde voorbeeld wat ik u wil geven, daar heeft u nog nooit van gehoord. Het is Buurtmark Bredeweg. Een dorp achter Groesbeek. Het is een supermarktje, vrij klein. Er is een koffieshop bij waar je gewoon gezellig met elkaar een kopje koffie kan doen. En er zijn lokale producten. En wat is er nou bijzonder aan Buurtmarkt Bredeweg? Nou, Bredeweg heeft 2600 inwoners. Er was al decennia lang geen winkel meer en geen ontmoetingsplaats. Het is te klein. Eigenlijk kun je daar een supermarkt helemaal niet drijven, want die supermarkt moet gewoon producten verkopen.
En die moet concurreren met de Aldi of met de Albert Heijn. Dus zo'n bedrijf kan alleen maar draaien als iedereen het echt wil, als iedereen zijn best ervoor doet. En ik kwam daar en er zat er een jongen achter de kassa en die was 5 jaar eerder nog in een gesloten inrichting. Die kostte ruim 1 ton per jaar aan zorgkosten. Het is een prachtig bedrijfje, heel klein, heel lokaal. Maar de waarde is enorm. 15 banen gecreëerd, de zorgkosten van een aantal mensen die daar werken enorm omlaag gebracht. En met name ook de oudere mensen uit Bredeweg die daar elkaar kunnen ontmoeten, een kopje koffie doen en met elkaar zijn. En die sociale binding is heel belangrijk. Het is een elementair menselijke behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten in je eigen dorp. En daarom zijn sociale ondernemingen ook vaak heel belangrijk lokaal in dorpen, maar ook in aandachtswijken. Wat leren we nou van het filmpje en van deze voorbeelden? We leren dat sociaal ondernemingen een grote maatschappelijke waarde hebben. En wat is nou maatschappelijke waarde eigenlijk? Maatschappelijke waarde gaat vaak over het milieu, een beetje schonere lucht. Het gaat over economie, banen. Niet alleen voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt, maar überhaupt banen. Want bij al die bedrijven werken ook gewoon normale mensen. Maar het gaat ook vaak over sociale binding. Elkaar ontmoeten, met elkaar zijn. En dat netwerk is vaak heel belangrijk. Want mensen die met elkaar zijn, die zorgen ook een beetje voor elkaar. Nu is het probleem van die sociaal ondernemers, zoals je ziet, dat het niet altijd zo simpel is. Vaak is er een concurrentienadeel, zoals we bij Tonies hebben gezien. Of bij Buurtmarkt Bredeweg. Je moet toch concurreren met de Albert Heijn. Dus het is heel belangrijk dat overheden dat erkennen. Dat ze overheden denken, ja, ik begrijp de waarde hiervan en ik moet ook iets doen. Het is ook mijn rol om als stakeholder mee te doen. Om te proberen deze bedrijven een zetje te geven en mijn verantwoordelijkheid, omdat ik er ook een groot belang bij heb, daarin te nemen. En daar gaan we het verder over hebben. Wat is nu de complexiteit? Wat is de uitdaging voor de overheid? Want als wij kijken, dan zien we dat dit een kleine sector is in Nederland. De voorbeelden die ik geef zijn super. Maar het zijn er eigenlijk heel weinig, zeker in vergelijking met andere Europese landen, de landen om ons heen. Het is niet zo simpel als overheid om je hiertoe te verhouden. Het zijn initiatieven van burgers. Je neemt zelf niet het initiatief. Ze zijn allemaal verschillend. In de ene wijk staat iemand op die iets wil en die echt waarde creëert, maar elders is dat niet zo. Dus je moet als overheid ook accepteren dat er verschillen gaan ontstaan. Dat je meegaat met die ondernemers. En dat is een beetje tegennatuurlijk. Liever wil je iets aanbesteden, alle leveranciers op één hoogte brengen. Maar dit gaat niet over aanbesteden of over inkopen. Dit gaat niet over Europese inkoopregels. Het gaat ook niet over subsidiëren. Soms moet je als overheid echt iets doen. Daar kom ik op terug. Maar je kunt niet zeggen, nou we een subsidie uitschrijven en op die manier komt die waarde tot stand. Want juist dat initiatief ligt bij die burgers. En dus moet je als overheid een beetje moed hebben, politieke moed. Maar je moet ook zoeken naar je rol. Je moet kijken, wat kan ik doen? Hoe moet ik mij verhouden tot die ondernemers, zodat ik ze echt een stapje verder help? Want dan krijg je veel waarde voor relatief weinig geld. Een andere vraag die vaak naar voren komt, is het aanbestedingsbeleid. De overheid die moet eigenlijk voor zo min mogelijk geld zoveel mogelijk spullen kopen. Dat is uiteindelijk wat de burger verwacht. Van de belastinggeld het beste doen. Maar wat is het beste? Want een overheid die kan de goedkoopste prijs proberen te bedingen. Dat is voor je eigen budget het beste. Maar vaak werkt dat niet zo goed. Sociaal ondernemers hebben behoefte aan een businesspartner die het integrale plaatje bekijkt. Zowel milieu als arbeid. Een overheid die zegt, nee, ik wil het algemeen belang ondersteunen. En dat is niet het voortrekken van ondernemers. Dat is eigenlijk gewoon die ondernemers die het echt goed bedoelen, de meeste ruimte geven. En dat is het algemeen belang. Daar kan je stappen in zetten als overheid. Het algemeen belang aanbesteden in plaats van de laagste prijs. Hoe benut je de waarde van sociaal ondernemerschap in Nederland als overheid? Het begint met begrijpen wat een sociaal ondernemer is, hoe die denkt en wat hij doet. Hij begint zijn bedrijf om een probleem op te lossen, een maatschappelijk probleem, een probleem dat de overheid eigenlijk ook heeft. Maar het is een ondernemer, het is een bedrijf. Hij moet een beetje geld verdienen voor zichzelf. Dat is misschien niet primair voor hem, hij wil het probleem oplossen, maar het is toch een zakelijk iemand. Een eigen rekening risico betekent ook dat het misloopt dat de ondernemer en zijn financiers de rekening betalen. En het is een moeilijke bedrijfsvorm, juist omdat je die extra grote doelstelling hebt. Dus iedereen moet iets doen. Klanten moeten iets doen, bereid zijn om iets meer te betalen. Financiers moeten de maatschappelijke waarde zien. En ook de overheid moet zich dus als stakeholder opstellen. Die moet businesspartner worden en kijken van hoe kan ik in dit gremium meedraaien. Hoe kan ik zakelijk kijken naar wat de waarde is, ook voor mijzelf. En dan naar redelijkheid proberen bij te dragen. Als je kijkt naar voorbeelden, dan zie je soms goede en soms slechte.
Bijvoorbeeld die kringloopwinkel. Er zijn een aantal gemeentes die zeggen, ik ben businesspartner en ik zie dat als ik de kringloopwinkel ruimte geef om groot vuil en kleding op te halen, dat er dan banen gecreëerd worden en dat dat dan voor mij betekent dat ik minder uitkeringen heb en dat meer mensen van de bank gaan. En dan moet je wel als gemeente één ding zijn. Dan moet je niet zeggen, ja, mijn milieu is dit en mijn zorg is dat en het werk is dat. Dan moet je businesspartner willen zijn. En dan kun je je verhouden tot die ondernemer en dan wordt de waarde dramatisch groter. Sociaal ondernemers zijn dus vraaggestuurd, burgers met initiatief, uniek. En dat maakt het soms lastig. Maar je kunt wel degelijk als gemeente ook iets doen. Je kunt wel degelijk een beleid ontwikkelen. En je kunt wel degelijk proberen die krachten los te krijgen. En hoe doe je dat dan? Nou ja, als gezegd, je moet eerst wel echt proberen jezelf te organiseren naar businesspartner te zijn. Dat een ondernemer een aanspreekpunt heeft, dat ze weten met wie ze te maken hebben. Want van kastje naar de muur lukt dat niet. Als je dat eenmaal goed onderkend hebt, dan is de volgende stap een beleidsagenda. Dat klinkt heel traditioneel. Een beetje een paradox. Maar het is wel degelijk belangrijk om als gemeente te zeggen, op die en die gebieden willen wij graag die ondernemerskracht benutten. Gaat het over arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Gaat het over wijkontwikkeling? Gaat het over milieu? Kijken waar in onze gemeente zou ik dat kunnen benutten. En als je dat voor jezelf hebt bepaald, dan is de volgende stap om te zeggen, nou wie, welke potentiële krachten in onze gemeente zijn daar nu? En dat is wat wij sociale innovatiearena's noemen. Het creëren van een soort ruimte, een bijeenkomst, een congres, een seminar of iets meer, waarin je zegt, dit is ons probleem. En beste burgers, beste bewoners, wie wil op de een of andere manier hierover meepraten? Dan zul je allerlei oplossingen krijgen. Maar dan komen er ook sociaal ondernemers naar voren die zeggen, ja maar luister, ik ben hier al mee bezig, waarom doen wij geen zaken? Of, dat idee loop ik al 2 jaar mee. Als jullie me willen helpen, dan wil ik die stap wel zetten. Dus die sociale innovatiearena's in discussie gaan met ondernemende burgers, dat geeft wel degelijk ruimte dat mensen naar voren stappen. En dan moet je als gemeente zeggen, oké, en dan ben ik ook businesspartner. Dan ga ik ook met die mensen zakelijk kijken, met één aanspreekpunt en de dingen doen die ik moet doen. Als je kijkt naar de initiatieven die ik noemde, maar er zijn vele andere in wijken en buurten, dan zie je dat die gemeente vaak een stap zet. 1 aanspreekpunt, zodat je weet met wie je te maken hebt. Zeggen van, luister, wij gaan al die dingen regelen die wij kunnen regelen. Dat heeft te maken met vergunningen, dat heeft te maken met allerlei andere dingen en soms ook met geld, om gewoon te zeggen, nou, als wij die waarde krijgen als gemeente, moeten we ook daarvoor willen betalen in redelijkheid met elkaar. Ik hoop dat u enige inspiratie heeft gekregen van de mooie voorbeelden, van de waarde die sociaal ondernemers kunnen creëren. En ik hoop ook dat u enige handvatten heeft gekregen om te experimenteren met deze sociaal ondernemers. Om als gemeente met sociaal ondernemers die waarde te ontsluiten die erin zit. José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, is van mening dat 10% van de economie social enterprises zouden moeten zijn. Omdat het een ethische basis geeft met elkaar. Maar het geeft ook met name heel veel banen. Banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die heel graag mee willen doen. En uiteindelijk worden we daar met z'n allen allemaal beter van. Dus ik hoop dat u een stap gaat zetten, dat u gaat experimenteren, dat u kijkt naar uw eigen gedrag als gemeente en dat u gaat proberen via sociale innovatiearena's die waarde te ontsluiten. Want dan wordt Nederland echt een beetje mooier.